Kijk nou. Dat is die tante Leen. Hallo, dit is een weg. Zouden jullie misschien één iemand erbij staan, dat is leuk. Pak. Je kan ook je fiets even hier neerzetten. Wat is aan de hand ervan? Ik vraag of je opzij gaat met jezelf. Ik kijk uit mijn raam ook, het is echt bizar. Bij ons in het dorp komen ook veel toeristen. En ja, we zijn niet bij jouw dorp, toch? Dit is de straat, met de auto's langs. Zet die fietsen gewoon even midden neer, dan kan iedereen heel lang. Zet het zo even, meneer. Guys, could you please move? I need to go to my work. Sorry? I need to drive through. I need to go to work. Spreekt u geen Engels? I do. Ja, dan doe ik ook. Eet weer van de andere kant. Tot de leden, zeg jij. Weet je. We kunnen ook zo rechts omrijden. Zie je toch wel? Jou heb je in de kracht alweer. Nou, jullie schijnen er niet zo goed in te zijn in fotograferen, want het lukt niet erg. Ik vind het erg om de mensen. Inderdaad. Want iedereen gaat vaak geïrriteerd raar. En normaal is het niet de bedoeling dat mensen hier met een fiets gaan staan. Dat kan niet in Amsterdam. Nee. Dan moet je de mensen daar met een fiets laten staan. Ja, dan zijn we weg uit. Ja, maar ja, dat kan wel wezen, maar zo gaat het niet in Amsterdam. Kan je die fietsen misschien even opzij zetten? We zijn zo weg, voor 10 minuutjes. Zullen we zelf de fietsen opzetten? Ja, wat is het probleem in godsnaam? Nou, dat je het verkeerd ophoudt. Ben je nou helemaal dement of moet je nog dement worden? Ja, ik sta maar hard te praten nu. Ja, ik moet over 10 minuten een afspraak zijn. Schiet nou even op, jongen. Haal die fiets nou weg. Ik haal hem al weg, maar ik zit er van mijn hart te praten nu. Oh, wat ben jij een raccoon mannetjes, hè? Wat zegt u? Ik zeg vandaag, los. Ik wil naar mijn werk. Oké, we zetten hem heel even stop. Want ja. Ik wil van jou weten, hoe gaat deze man reageren? Hij doet zijn bril af. Zo, hij doet hem dan. Hé! Hey, weg! Hij wordt boos. En dit is een type, is van schilder denk ik of zo. Zoiets is het. Hij pakt gewoon een van die fietsen. Oké. Hij wordt boos. We gaan weer verder. Saai allemaal, wij willen door als dat kent. Is dat een probleem of... Kun je even een foto maken alsjeblieft? Eerst even alles weg hier. Wel aardig van hem. Hij bleef rustig. Ja, hij bleef echt rustig. Had ik niet verwacht. Nee? Ik had echt gedacht van deze man, hey, korte metten gewoon opzouten, wegwezen. Ik wil door. Hoe had jij gereageerd? Jezus, hoor. Kijk, het zijn natuurlijk gewoon toeristen, weet je wel. Die zien gewoon dat beeld en die vinden dat helemaal te gek en die willen er foto's van maken. Ik denk moet dat je dan zo gelijk gaan toetsen en zeggen denk, wat... Ik denk dat ik in dit geval, als ik met zo van die rode jas allemaal toeristen die zo even staan, zou ik zeggen, jongens, misschien weten jullie het niet, maar... Weet je, als je je fiets even opzij, dan kunnen wij doorrijden. Jullie kunnen doen wat willen, ik kan doen wat... Weet je, dus ik denk dat ik zoiets had gedaan. Maar of ik die foto had gemaakt? Nou, nee, denk het niet.